Voor iedereen komt er ooit een dag dat je er niet zo uitziet, maar zo. Grote kans dat je misschien in een verpleeghuis komt wonen. En er is niemand die dat wil. Ik ben Hilde Verbeek, psycholoog. En hier in de werkplaats vertel ik hoe iedereen zich thuis kan voelen in een verpleeghuis. Heel veel mensen zouden als ze oud zijn het liefst nooit naar een verpleeghuis gaan. En tot hun overlijden thuis willen blijven wonen. Maar daar doen we vaak te romantisch over. Want als je intensieve zorg nodig hebt, heb je weinig aan je eigen huis. Thuis zit je achter de gordijnen. Je komt nauwelijks buiten en je beweegt dus ook niet veel. En als er iets is, is er niemand om je te helpen. Tot het moment dat de buren zeggen, het is de laatste tijd wel heel stil bij de buurman. Zou er iets aan de hand zijn? Een verpleeghuis is dus nodig. Want als oudere heb je soms zorg nodig. Bijvoorbeeld als je dementie hebt. En we weten dat mensen zich het fijnst voelen als ze zich thuis voelen. Maar hoe maak je van een verpleeghuis een thuis? Uit onderzoek weten we dat wanneer mensen verhuizen naar een verpleeghuis en hun eigen woning moeten opgeven, ze vooral willen vasthouden aan dat wat was. De dingen die je deed, de mensen met wie je was en de spullen die je had. Dat kan natuurlijk nooit helemaal, maar we kunnen het wel benaderen. Om te beginnen door ouderen in verpleeghuizen niet als patiënten te zien, maar als mensen. En wat mensen nodig hebben, is een speciaal huis. Een huis dat bestaat uit 3 elementen. 1. Het gebouw zelf. De architectuur. Een goede buitenruimte. De inrichting. Dat is de basis van het huis. Hij zit er onder niet helemaal in. Even kijken. 2. De sociale omgeving. Dat zijn de mensen die je tegenkomt. Denk aan de medewerkers van het verpleeghuis. Je familie. Denk ook aan de lokale gemeenschap, aan de buurt waarin het verpleeghuis staat. Denk aan de bakker of andere lokale ondernemers. En 3, hoe de zorg en dienstverlening wordt georganiseerd. Dat is het dak, de organisatie die ervoor zorgt dat iedereen zo goed mogelijk gebruik kan maken van de fysieke en sociale elementen. Nu is dit natuurlijk een poppenhuis, een model. In het echt gaat het zo. Dit is een zorgboerderij. Een kleinschalig verpleeghuis met veel buitenruimte, met dieren en plekken om te wandelen. Op deze plek in Limburg gaat alles anders dan in een normaal of een regulier verpleeghuis. Hier proberen we nieuwe wetenschappelijke inzichten over de ouderenzorg toe te passen in de praktijk. En daarmee bereiken we dat de bewoners van deze verpleeghuizen een significant betere kwaliteit van leven hebben. Hoeveel beter? Dat vertel ik je straks. Eerst, wat gaat er op een zorgboerderij anders? 1. Bewoners bewegen meer. Ze lopen bijvoorbeeld naar het kippenhok om eitjes te rapen voor de lunch. En ze kijken bloemen in de tuin. En actief blijven is ontzettend belangrijk. Ook ouderen met dementie gaan minder hard achteruit als ze meer bewegen. Bijvoorbeeld door regelmatig een ommetje te maken. Uit onderzoek weten we dat het belangrijk is voor hun spieren en het evenwicht. En 2. Doordat bewoners meer bewegen, hebben ze ook meer sociale interacties. Met andere bewoners, maar ook met mensen uit de buurt. Ze voelen zich niet te gast in een tehuis, maar beschouwen het als hun thuis, waar ze verantwoordelijk voor willen zijn. Ze hebben zo een betere kwaliteit van leven. In de onderzoeken die we doen, vergelijken we bewoners van zorgboerderijen met die van traditionele verpleeghuizen. En daar komen hele interessante dingen uit naar voren. Gezonde mensen zijn als ze wakker zijn bijna altijd actief. Ze lopen, praten of swipen op hun telefoon, ook dat noemen we actief. We staan eigenlijk altijd aan. Maar in een traditioneel verpleeghuis zijn de mensen de helft van de tijd volledig passief. Omdat ze heel weinig geprikkeld worden, staan ze heel vaak uit, zelfs als ze wakker zijn. Op de zorgboerderij lukt het om de tijd dat bewoners passief zijn te halveren. Zo staan ze nog maar een kwart van de tijd uit. Dat is echt een enorme verbetering. Mensen die naar een verpleeghuis verhuizen, zijn in hun laatste levensfase. In het begin kunnen ze nog veel zelf, bijvoorbeeld lopen, zelf eten. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal achteruit, tot ze sterven. Het lijkt erop dat op een zorgboerderij bewoners langer kunnen blijven doen wat ze altijd deden. En minder hard achteruit gaan dan bewoners in gewone verpleeghuizen. En het mooie is, al deze effecten staan de basiszorg niet in de weg. Bewoners blijven op tijd hun medicijnen krijgen. Ze vallen niet vaker dan in een gewoon verpleeghuis en ze hebben ook niet vaker pijn. Het is ook geen duurdere oplossing dan een traditioneel verpleeghuis. We zien dat er genoeg zorgboerderijen financieel gezond zijn. Bijvoorbeeld als ze samenwerken met grotere zorgorganisaties. Natuurlijk kunnen we niet 1, 2, 3 alle verpleeghuizen ombouwen naar zorgboerderijen. En dat is ook helemaal niet nodig. Maar de werkwijze ervan kun je overal toepassen.
Als dat lukt, wordt onze ouderenzorg een stuk prettiger. En daar hebben we uiteindelijk allemaal wat aan. Hallo, ik ben Wouter, thermofysioloog. En in de volgende aflevering laat ik je zien waarom de verwarming lager zetten gezond kan zijn.